Ga in gesprek met de provincie en met Eindhoven over de fusie. Dat is de boodschap die het Nunnense gemeentebestuur krijgt van haar inwoners. Gedeputeerde Annemarie Spierings kwam afgelopen woensdag zelf naar het Hol van de Leeuw om de fusieplannen uit te leggen. In een overvol klooster ging zij met de inwoners van Nunnen in gesprek. Nou, ik begrijp dat het voor mensen best onzeker is als wij een besluit nemen om Nunnen en Eindhoven tot één nieuwe gemeente te vormen. En dat ze daar heel veel vragen over hebben, heel veel onzekerheden en vooral ook heel veel zorgen. En ik vind het heel jammer dat de gemeente Nunnen niet meedenkt over de toekomst van de nieuwe gemeente. Want die wordt voor alle inwoners, voor de inwoners van Eindhoven en voor de inwoners van Nunnen. Na haar uitleg en beantwoording van vragen uit de zaal gingen de inwoners in een 20-tal groepen met elkaar in gesprek om over de voor's en tegens van de herindeling te discussiëren. Wensen, zorgen en kansen werden op papier gezet. Nou ja, dat het dorpse karakter verdwijnt. En dat is ook zo. Kijk maar naar Woensel, naar Strijp, naar Tongel. Dat zijn geen leuke dorpen meer. Ik ben bang dat het hier ook gebeurt. Ja, en dat er volgebouwd worden natuurlijk. Nou, ik ben niet zo bang. Ik ben alleen heel erg boos. Er wordt al jarenlang hier nagedacht over verbetering van de bestuurskracht. Er is aangetoond dat de bestuurskracht de laatste jaren flink verbeterd is. Ze manipuleert. Ik denk dat de gemeente Nunnen niet op alle grote taken berekend kan zijn. Omwille van schaalgrote omvang en aangeslotenheid op de grote regionale en landelijke netwerken. Dus ik denk dat het wel verstandig is als Nunnen gaat zorgen dat ze in een groter bestuurlijk verband terechtkomt. Met haar charme-offensief temde Annemarie Spierings weliswaar de Nunnense leeuw, maar kreeg wel het huiswerk mee waar ze om gevraagd had. Nunnen bij Eindhoven als tiphout bij Helmond. En niet zoals acht bij Eindhoven. Er moet met, in plaats van over ons besloten worden, ten einde ons Dwergse dorpse karakter te laten voorbestaan. En daarom wilden wij het hele groepje een oproep doen aan de gemeenteraad om mee te praten in dat fusieproces. De rode draad van onze tafel was dat wij de gemeente oproepen hun eigen verantwoordelijkheid te nemen om mee te denken en mee te praten over onze toekomst. Of het resultaat van het huiswerk dat Annemarie Spierings meeneemt terug te vinden zal zijn in de fusieplannen, zal medio mei blijken als de provincie met het herindelingsontwerp komt. En het gemeentebestuur moet nu op korte termijn gaan nadenken of zij iets met het duidelijke signaal gaan doen dat de inwoners hebben afgegeven.